Nou, bijvoorbeeld door seingevers aan te geven of hekken neer te zetten. En kijk, we hadden een fantastische safer neergezet. Een mooie onafhankelijke organisatie die hier van tevoren had kunnen checken. Wat iedereen heeft kunnen zien trouwens. Dat het hier niet goed beveiligd was. Die plek, hè, even voor de Tour de France. Ze organiseren over het algemeen heel veel dingen wel heel goed. Alleen sommige punten laten ze het gewoon liggen. En gisteren was daar een punt van. En ja, weet je, met Safer hadden we, als dat echt onafhankelijk was, hadden we kunnen zeggen van, hey, hier moeten we echt wel even wat aan doen. En van tevoren, en iedereen heeft van tevoren wel aangegeven van, dit gaat niet goed. En ja, alle teams proberen dan van voren te zitten. Maar ja, daardoor gaat het tempo omhoog. En gebeurt er toch iets, omdat er een keer iemand een foutje maakt. ASO wil simpelweg nog niet met Safer in zee? Ja, ik heb geen idee wat er nu met Safer gebeurt. Maar in ieder geval is het politiek geworden, heb ik al vaker gezegd. En niet een onafhankelijk bedrijf, zeg maar. Die gewoon zegt van luister jongens, teams, hier moeten we actie ondernemen. En wij zijn echt onafhankelijk. En nu wordt het weer allemaal politiek en de kerk in het midden in plaats van goede maatregelen. Ja. En ging het vorig jaar fout en de jaren daarvoor en dit jaar en waarschijnlijk dan ook de komende jaren, want het lijkt dus ook dat er niet doorheen te stoten is. Nou ja, kijk, er zijn wat andere teams in de, wat andere bedrijven. Red Bull is er bijvoorbeeld, ja, die staan hier, die komen binnen en die verbazen zich hier natuurlijk ook over van wat gebeurt hier. En ja, kijk, het punt is, de ASO zegt ja, het kost veel geld om dit probleem op te lossen, ja. Maar Roglic is naar huis. Hè. Wat kost dat wel niet voor de Tour de France als organisatie, maar ook voor het team, voor de jongen. Hoe ongelooflijk balen het is dat hij weer pijn heeft en naar huis moet. Ja, die kosten worden allemaal even vergeten. Alleen maar omdat er wordt gezegd, van, ja, het kost ons veel om het op te lossen. Ja, het is echt de omgekeerde wereld. En, ja, met de komst van Red Bull en andere partijen in het wielrennen verandert er wel wat. Wat is voor jou nu een logische volgende stap? Ja, dat de teams het echt samen met de renners goed gaan oppakken. Bijvoorbeeld de 5-kilometer regel. Ja, dat is echt een safer idee nog van zeg maar in de winter. En dat werkt echt super goed. 5-kilometer regel, alle renners vinden het geweldig. Alle teams vinden het geweldig. Omdat ja, er ruimte is. Hè, de meeste sprintersteams laten de klassementsteams hun werk doen tot 5 kilometer voor het eind. Dan gaan die rechtop zitten, kunnen de sprintersteams zich helemaal uitleven. Ja, en het werkt als een trein. En dat is enorm veel veiliger geworden, hebben we gezien. Ja, dat dus. Je zegt net tot slot, met Red Bull gaat wel wat veranderen. Wat zie jij aankomen? Wat gaat er met hun onder andere veranderen? Nou, er komt gewoon een partij, niet alleen Red Bull, hè, ook Lidl is erbij gekomen. Er komen gewoon professionele partijen bij ons, hoe heet het, met Visma en Leasebike die ook aan het kijken zijn. Er komen gewoon partijen die professioneel kijken naar deze wereld en zeggen, ja, wat gebeurt hier? Hier moeten we met elkaar iets aan doen. En ja, dat zorgt er wel voor dat we ja, meer, hoe zeg je dat, leverage krijgen om ermee aan de slag te gaan. Dankjewel.